ZZ Leiden Basketbal heeft donderdagavond de derde wedstrijd op rij gewonnen van Heroes Den Bosch en is daarmee landskampioen geworden. Voor aanvoerder Marijn Ververs een droom die uitkomt. Ja, het is geweldig. In de jeugd ben ik best wel vaak tweede geworden. Om nou een keertje eerste te worden, ja, is, ga je de hele seizoen werken daar naartoe. En als dat werkelijk is, ja, dat is helemaal prachtig. Ik weet niet meer precies welk moment dat was, maar de tweede helft toen we op een gegeven moment... Ik weet niet hoeveel, 20 punten ongeveer voor stond, dacht ik wel van, geven we niet meer uit handen. De wedstrijd eindigde in 90 tegen 74. Worthy de Jong is uitgeroepen tot de beste speler van de playoffs. Hij is trots op het team. Maar ik denk dat we het nooit hebben opgegeven. Ik denk dat wij vanaf het moment wel een bepaald gevoel hadden gedurende het seizoen dat dingen mogelijk waren. Dat het team waar we mee speelden het hele seizoen, dat het potentie had. En ik denk dat dit gewoon het resultaat was. Uiteindelijk zijn de puzzelstukjes op het juiste moment in elkaar gevallen. Offensief waren we al het hele jaar best vrijwel krachtig. Maar de puntjes zijn echt op de i gezet op het moment dat de defense beter gingen doen. Ook trainer Geert Hamming benadrukt dat het kampioenschap een teamprestatie is. Ja, vanavond kan ik me niet herinneren dat ik een basket heb gemaakt, een rebound heb gemaakt of een verdedigende stop heb gemaakt. En als ik me heel goed kan herinneren, het hele seizoen niet. Dus het is allemaal de spelers. Maar kampioenschappen heb ik wel vaker gevierd. Dus ik hou dat zo kort mogelijk. Er zal misschien wel een drankje bij zitten. Hopelijk heb het bestuur een paar sigaren geregeld, hoort erbij. En dan morgen maar uitslapen, kijken wat er komt. Voorzitter en oprichter van ZZ Leiden, Marcel Verburg, maakt zich zorgen over een mogelijke promotie van het team na het winnen van de landstitel. Ja, nou ja, weet je, ik heb het al vaker gezegd natuurlijk, maar wij gaan ons inschrijven waarschijnlijk toch voor de Champions League, als alles goed gaat. En wij moeten er niet aan denken dat we ons kwalificeren voor de poolfase. Want dan moeten we waarschijnlijk nu al de stad uit. En laat staan in de nieuwe hal, dat mogen we ook niet spelen. En dat is wel echt, ja, ik vind het een blunder. Verburg doelt op het in zijn ogen te lage aantal zitplaatsen in de nieuw te bouwen sporthal. Ik denk dat het gevoel voor topsport niet echt aanwezig is in Leiden. Althans in het bestuurlijke orgaan. Maar ja, weet je, we hebben het ermee te doen. En het is gewoon jammer dat we niet verder kunnen met onze ambitie. Dat vind ik heel jammer. Na afloop vierden de spelers al een klein feestje op de parkeerplaats bij de 5 mei hal. Zondag zal het team voor alle fans in Leiden te bewonderen zijn. Met 2 sloepen varen ze tussen 12 en 2 door de grachten van het centrum.